Juist, als je geen uh, vaccinatiebewijs is, dan mag je gewoon helaas niet uh, meefeesten. De evenementenbranche ligt al lang stil en evenementenzaal Ala in Druten is zelfs nog nooit open geweest. Nu staan de eigenaren te popelen om aan de slag te gaan. Wij willen heel graag ook de feesten beginnen weer. Uh, wij zitten al anderhalf jaar in pandemie. En wij zitten al anderhalf jaar dicht met onze evenementen. En het zaal, we hebben twee zalen, grote zaal en een kleine zaal. Maar na anderhalf jaar stil is het wel wat het hele Nederland meemaakt. De ellende en de pandemie. Iets gehoord over 25 september, na de persconferentie. Het zou het wel open mogen, qua aantal personen. En uh, de rest van het voorwaarden die wij moeten en uh, het eisen, die zijn heel makkelijk. Onder bepaalde voorwaarden kan er straks eindelijk gefeest gaan worden bij Allah. En voor de deur gaan we wel uh, beveiliging zetten... De gasten die naar binnen moeten komen, gaan we controleren of ze vaccinatiebewijs hebben of de negatieve bewijs van het corona. Zodra het wel de controle onder onze handen zijn, kunnen we wel de onze feesten laten veren. De controle aan de deur zal ook worden besproken met de organisatoren van de feesten. Ja, kijk, de, uh, niemand komt, uh, morgen heb ik een feestje. Uh, feesten zijn georganiseerd, eigenlijk voorbereiden van weken uh, eerder. We hebben met de eigenaar van de feesten daarvoor para gesproken. Altijd gaat het over geluid, decoratie, uh, aantal mensen, eten. En nu uh, nog één uh, voorwaarde, dat is coronavaccinatie. Als maar ook vanuit Duitsland of vanuit België, niemand mag het naar binnen komen zonder die bewijs. Tot diep in de nacht feesten zit er voorlopig niet in. Gasten die hier komen, reserveren dat het half twaalf moet het de deur uit. Want de regels is tot twaalf uur. We gaan het wel, de regels houden. En twaalf uur is twaalf uur. Regels is regels. Laten we houden dat wij alle regels, alle maatregelen samen, samenwerking doen. Zodat wij niet meer een deze pandemie herhalen. Dat het hele Nederland, als het gevaccineerd is, dan hoeven wij de anderhalf meter niet meer te hebben.